Die communiceren alleen nog maar met... Vetlijp shit, ouwe, geen me kip gek. Vetlijp shit, ouwe, geen me knip gek. Gek, glijp shit, ouwe, geen me knip gek. Je hebt mijn zonde te lief op je genomen. Geef maar mij terug. El espejo en el techo. El champán en el hielo, ya dijo. Ik ben het kwijt. Het contact met de werkelijkheid. Ik ben nu stil. Het is mijn vierde programma, derde soloprogramma. En het vorige programma was dan met mijn band. Maar ook daarin is denk ik wel kenmerkend dat ik situaties van op straat, van om me heen, van jongeren of ouderen, maakt niet uit of mijn eigen leeftijd, meedogenloos proberen weer te geven door het A, heel krachtig te omschrijven of B, heel krachtig na te doen. Ik denk dat dat toch wel in het theater mijn kracht is. Die communiceren alleen nog maar met... Vetlijp shit, ouwe, geen me kip gek. Vetlijp shit, ouwe, geen me knip gek. Gek, glijp shit, ouwe, geen me klit gek. Vlekkelijke knip, ogen, geen knip, knip. Cabaretiers zijn natuurlijk ijdele mensen, net als acteurs. En dus het zou heel ijdel zijn om te zeggen dat je... dat het me niet om het lachen gaat of om het applaus. Maar het is ook wel zo. Het is niet zo dat het me daar in eerste instantie om gaat. Tuurlijk is het geweldig als je een soort bevrijdende lach hebt die van achteraan komt aanrollen. Maar waar ik het meest trots op ben, is als ik bijvoorbeeld een klein liedje zing, dat het echt muisstil in de zaal kan zijn. Dat ik het dus voor elkaar kan krijgen om, terwijl er net twee minuten ervoor onbedaardelijk is gelachen, zeg maar. Kan je even komen? Vroeger op school was er één sterkste jongen, één mooiste meid en dan had je de rest. Er was een genie en er was ook één neger. En een zoon van een boer en die rookt naar de mest. Maar ik was het allemaal. Eén type vond ik maar banaal. Dit is mijn verhaal. Dit is het programma is wel het meest conferenceachtig wat ik heb gemaakt. Misschien zouden mensen nu het snel stand-up noemen, maar dat noem ik het helemaal niet. Want stand-up, ja, dat is toch niet echt mijn ding. Dat is toch meer... van u roept mij uit de zaal of juist mensen enorm in de zeik nemen in de zaal waar ik niet zo van hou. Dat is niet zo mijn stijl. Maar het is wel een conferentie, dus een soort, ja, er gaat eigenlijk een lampje aan. Een man begint te vertellen wat anderhalf uur lang wat zijn ergernissen en opvallende zaken zijn. En dus het is eigenlijk gewoon een conferentie. Kelvin. Hey, Paultje, alles goed? Ja, het is gek, joh. Run, reflex. Lekker, jongen. Ja, ja. Casper Verkoot is ook iemand die heel veel tegelijk doet. En nou ja, dan kom ik toch weer bij de titel. Eigenlijk vind ik het mijn beste titel tot nu toe. Omdat ik dat ook ben. Omdat ik ook... de mensen kunnen van mij... soms heb ik ook wel eens mensen in theater. Ik vraag het wel eens na afloop. Zijn er mensen die voor het eerst mij zien in het theater. En dan zijn er best wel die hun hand opsteken. Dus ik ben nog steeds nieuw publiek aan het aanboren. Dat is hartstikke fijn. Zeker in deze tijd van crisis. Die before you try, traveling light, home and around the circumstances, hanging around the palm trees in the cockpit, flying around the other side of the countries and around the world, drinking. Of andere zeer boeiende reisprogramma's. En als er iemand in staat is om mijn reis voortijdig te vergallen, dan is het deze tokkie in dat hockey wel. En dat vind ik eigenlijk het leukst. En ik denk dat de mensen, wat ze in het theater zien, dat ze de allermooiste en breedste dwarsdoorsnede krijgen van wie ik ben. Het grootste goed is de vrijheid van meningsuiting. Daar blijf ik voor staan. De vrijheid van meningsuiting. Het grootste, het belangrijkste, vrijheid van meningsuiting. Maar het enige wat wij kunnen met vrijheid van meningsuiting in Nederland is zeiken en afkeuren. En ik snap nog steeds niet helemaal wat hij daar nou mee bedoelde. De kracht van mijn voorstelling, lieve dames en heren, lieve kijkers, is dat iemand het presteert om in anderhalf uur, zonder pauze, het gevoel te geven dat je denkt... Hé, is het al anderhalf uur? Ik dacht dat we pas drie kwartier onderweg waren. En daar gaat het om. Want als ik zelf naar een voorstelling ga en ik heb dat gevoel... dat je niet één keer je kont hebt verdraaid of niet één keer hebt gedacht...
wat moet ik morgen ook weer doen? Dan is het een goede voorstelling. En ik durf u te garanderen dat u dat gevoel na anderhalf uur heeft bij mij. U krijgt een palet aan muziek, acteren, imitaties, grappen en ook serieuze momenten. De kracht van mijn voorstelling is dat. Veel vraat. Anders kan ik het niet zeggen. Oh ja? Als jij dat nodig vindt, hè? Om gewoon fucking met al mijn vrienden bij zijn, gewoon fucking te gaan backstabben. En te gaan bashen. En ik zie van oké. Maar de volgende keer als jij mijn hulp nodig hebt, jouw vrienden zijn er, krijg gewoon fucking nader van mij. Krijg gewoon de tyfus. Wat, krijg ik het nog niet aan? Krijg ik het nog niet aan wel? Hier, krijg ik het nog niet aan wel?